Zometeen praat ik hier met Chris Humé, de man die vorig jaar America's Got Talent op zijn kop zette met artificiële intelligentie. Die technologie mag je nu gaan toepassen in een blockbuster voor Hollywood. En er was nog meer Belgisch nieuws uit Amerika. Verder brengen we de nacht door met auteur Saskia de Koster. De hele maand februari won ze in het KMSK in Antwerpen om haar nieuwe boek af te werken. En sportsponsor Jumbo-Visma gaat de markt op met een voedingsapp voor sportploegen. Dat is ongetwijfeld lucratief, maar is het ook een meerwaarde? Dat ziet u straks. Als u blijft kijken, welkom. Goedenavond. Beginnen doen we met de halfjaarlijkse koehandel op de voetbalmarkt. Dat klinkt oneerbiediger dan ik het bedoel, maar het scheelt toch niet veel. De wintermercato. De deadline loopt af om middernacht en dus kunnen we stilaan de balans opmaken van welke voetballers van ploeg verhuizen. Zo ruilt Onuachu Genk in voor Southampton. Dat is de rode lantaarn in de Engelse Premier League. Dat zal toch ook even wennen zijn. Southampton betaalt minstens 18 miljoen euro aan Racing Genk. De 28-jarige Onuachu won vorig jaar de Gouden Schoen, was topschutter in 2021, speelde sinds 19 bij Genk en scoorde er 85 doelpunten in 134 wedstrijden. Zo is de fichekaart vol. Rode duivel Thorgan Hazard voetbalt de komende 6 maanden in Nederland. Hij wil weer een basisplek krijgen en hoopt dat te doen tijdens een uitleenbeurt bij PSV. Hazard, 29 intussen, zat de laatste tijd vaker dan hem lief was op de bank bij Borussia Dortmund. En een transfer die in de lucht hangt, maar waarvan de punten en commas nog ontbreken, die van Sambi Lokonga naar Crystal Palace. Lokonga kwam dit seizoen weinig aan het spelen toe bij Arsenal, de leider in Engeland. Onze landgenoot hoopt vaker op het veld te staan bij Palace, de nummer 12 uit de Premier League. En ook hier gaat het over een uitleenbeurt van 6 maanden. Niet onderhevig aan de regels van de wintermercato zijn de trainers. In het geval van de Rode Duivels is het gewoon puur toeval dat het einde van de sollicitatieprocedure voor een nieuwe bondscoach samenvalt met het einde van de wintertransfermarkt. En het is zo goed als zeker, zeg maar zeker, dat de Duitser Domenico Tedesco de Belgische mannenploeg naar succes moet brengen. Hij is 37, was tot september vorig jaar trainer in eigen land bij RB Leipzig. Tedesco voldoet dan niet aan alle initiële eisen die de voetbalbond had gesteld voor de nieuwe bondscoach. Maar ik vind het alles bij elkaar toch een interessante keuze, een interessant profiel. Al kan ik mij wel voorstellen dat de Belgische voetballiefhebber zich afvraagt of er in dat genre niet ook een paar heel interessante Belgische, jonge Belgische coaches beschikbaar waren. U kan alle transfers in het voetbal bekijken op sportza.be. Ook als er tussen nu en middernacht nog iets gebeurt, vindt u dat daar terug. Hoe ouder ik word, hoe harder ik moet werken en hoe minder tijd er is voor de patiënt. We moeten afzeggen voor huisbezoeken. We moeten zeggen dat er geen plek is. Onze babyboomers, ik behoor daar ook bij, die vertrekken straks allemaal. En dat is niet met een paar, dat zijn er met duizenden, tienduizenden die zullen vertrekken. En die moeten vervangen worden. En daar moet tijd, energie en centen voor uitgetrokken worden. De reactor zelf wordt ontladen, dus splijtstofelementen worden eigenlijk uit de reactor gehaald. Onderhoud wordt gedaan van de verschillende systemen en dan is eigenlijk de centrale klaar om ontwandeld te worden binnen. De beste manier om op lange termijn om zijn energievoorziening deftig te verzorgen. Er is geen enkele andere energiebron die dat kan evenaren. Vorig jaar maakte de wereld kennis met onze landgenoot Chris Humé.
En wij dus ook. In America's Got Talent blies hij iedereen van zijn sokken met doorgedreven artificiële intelligentie, waarmee hij onder meer Elvis Presley terug tot leven bracht. You look like an angel. En dat hebben ze natuurlijk allemaal ook in Hollywood gezien. Chris Ume mag nu voor een grote filmstudio de film Here maken. Gebaseerd op de graphic novel met dezelfde titel. En we kunnen Chris Ume nu spreken in Bangkok. Chris, een goeie avond en gefeliciteerd. Goeie avond, Xavier. Dankjewel. Wat voor film gaat het worden, Here? Here is gebaseerd op de graphic novel die je daarnet vermeldde. En het is eigenlijk een film die gebaseerd is... het is één kamer waar het om draait en waar men de kijker meeneemt, waar men door de tijd reist. Hè. Dus we hebben momenteel een 66-jarige Tom Hanks. En wij gaan er dan voor zorgen, door middel van artificiële intelligentie, dat Tom Hanks plots terug 20 jaar is, 25, 30. Dus we reizen door de tijd en we nemen de kijker mee doorheen het leven van de figuren van de film. Ja, dat doet mij wel een beetje denken aan wat hij al ooit heeft gedaan in Forrest Gump. Waarom is dit zo anders dan? Omdat de technologie die we hier gebruiken is levensecht. Dus we gaan één op één een exacte kopie maken van hoe dat Tom Hanks er bijvoorbeeld uitzag en de andere castleden ook, toen dat ze zo jong waren. Bij Forrest Gump en bij andere films bijvoorbeeld gebruiken ze vooral make-up en digitale make-up om iemand er toen jonger doen uitzien. Maar door middel van artificiële intelligentie en met onze technologie kunnen wij er echt voor zorgen dat je het verschil niet meer ziet tussen is het nu een echte jonge Tom Hanks of is het een versie van. En dat doe je op basis van jeugdfoto's dan van Tom Hanks, waarmee je probeert de realiteit zo goed mogelijk te benaderen? Ja, dus we hebben heel veel data verzameld, van de acteurs zelf ook. En we hebben heel veel analyse gedaan ook naar hoe beweegt het gezicht van een jonge Tom Hanks. Want Tom Hanks bijvoorbeeld is nu veel ouder. Hij gebruikt zijn gezichtsspieren heel anders. Als hij lacht, zijn er andere spieren die in werking treden. En dan is het een beetje zoeken van hoe gaan wij ervoor zorgen dat de oudere versie van Tom Hanks, de jongere gaat kunnen aansturen en dat dat nog altijd een exacte match is met hoe dat hij dat deed toen dat hij jong was. En hoe zijn ze bij jou uitgekomen eigenlijk? Chris, heeft dat alles te maken met AGT, met America's Got Talent? Het heeft eigenlijk helemaal niets te maken met America's Got Talent. Terwijl we America's Got Talent aan het doen waren, en we wisten ook niet dat we verder gingen komen in die show, waren we al aan de testen bezig voor deze film. En op de dag van de finale kregen we zelfs te horen dat we het project gewonnen hadden. Dus of we nu America's Got Talent wonnen of niet, maakte niet veel uit. We wisten, we gaan een hele mooie film kunnen maken met een legendarische regisseur en acteurs. En dat was al... Ja, dat was voor ons al de winst eigenlijk. Ja, ik had het net al over Forrest Gump. Doet ook een beetje denken aan Benjamin Button, hè, de omgekeerde film, het omgekeerde leven. Of Gemini Man met Will Smith, waarin hij vecht tegen een kloon van zichzelf. Dit is de volgende stap? Ja, ik denk... Door gebruik van deze technologie, het is niet gewoon een 3D-model, want bij Gemini Man is het bijvoorbeeld een 3D-model dat de jongere Will Smith moet voorstellen, maar bij wat wij doen gaat dat echt een exacte kopie zijn. Bijvoorbeeld de oren van Tom Hanks, als iemand ouder wordt, blijven de neus en de oren die blijven bijvoorbeeld groeien. En wij gaan echt een exacte kopie hebben van hoe dat was toen dat hij jong was. Eerst en vooral is dat veel realistischer wat wij doen. En ten tweede, qua mankracht en qua budget is dat ook een heel groot verschil dan wat men doet met 3D, waar dat men honderden mensen nodig heeft. En momenteel hebben we een team van ongeveer 45 mensen om onder andere aan dit project te werken. Dus dat was voorheen onmogelijk. Het wordt ook een echte blockbuster die ergens al, heb ik begrepen, dit jaar nog in de zalen komt. Ja, dat is het plan. Dus eind dit jaar zou die nog in de bioscoop verschijnen. Een exacte datum hebben we natuurlijk nog niet. We zijn nog in het midden van het proces, maar dat is toch wel het plan van de studio zelf. En dan alle Oscars mee naar huis nemen in 2024? Dromen mag altijd. Ik denk dat het al een eer was dat ik en het team, we hebben toch een team waar dat veel Belgen in zitten, waar we wel trots op mogen zijn, dat we dit mogen doen.
We gaan dat natuurlijk met argus ogen volgen. Heel veel succes, want het project moet nog eigenlijk helemaal beginnen. Maar het resultaat zien we dit jaar nog. Dat is het voordeel. Hè? Als je in januari zit, kan je zeggen dit jaar nog en dan kan het nog 10 maanden duren. Chris Ume vanuit Bangkok, dank je wel. Dank je wel. Ja, en er was nog van meer goed Belgisch nieuws uit Hollywood vandaag. Want Adil El Arbi en Bilal Fallah die gaan opnieuw samenwerken met Will Smith. Na het succes van de derde Bad Boys-film, Bad Boys for Life, komt er nu een vierde. Van Adil en Bilal voorlopig geen reactie. Maar Will Smith en Martin Lawrence zijn, wat je zou kunnen noemen, enthousiast. Ah! What up, man? Hey, it's about that time. It's about that time. It's official, y'all. Y'all know what it is, right? It's official. Let's Bad Boys for life, baby. That's for right. For life. En zo komt Will Smith nog eens op een plek terecht waar klappen wel de bedoeling zijn. Hoeveel inwoners zijn er in België? Dat waren er in 2021 net iets minder dan 11,6 miljoen. Dat aantal stijgt jaar na jaar. Als we dan kijken naar 2022, vorig jaar dus, dan zien we dat de bevolking met 104.000 mensen is toegenomen. En voor een groot deel is dat door migratie. Want als we alleen al kijken naar het aantal Oekraïners dat in ons land op de vlucht is voor de oorlog, zijn dat er van die 104.000 63.000. Maar waar gaat dat ooit eindigen? Wel, daar heeft het Federaal Planbureau nu een rapport over klaar. Een inschatting, een projectie, zo u wil. En de verwachting is dat we tegen 2070 in België met net geen 13 miljoen inwoners zullen zijn. En wat in de schatting ook opvalt, dat is het aantal inwoners dat vooral in Vlaanderen zal stijgen. In Wallonië en Brussel is dat iets minder. Dat is nu ook al zo, maar het verschil zal naar schatting alweer nog groter worden. In absolute cijfers wordt dat om en bij de 8 miljoen mensen die in Vlaanderen zullen leven tegen 2070, tegenover 6,2 miljoen nu. In Wallonië zou dat aantal stijgen naar net geen 4 miljoen. Dat zit nu in de halfweg, de 3 miljoen. En dat is nog misschien het meest opvallende, het Brussels hoofdstedelijk gewest blijft hangen rond 1,2 miljoen Brusselaars. Dat is ongeveer evenveel als nu. Maar hoe komt dat? Al tientallen jaren wordt Brussel geconfronteerd met een uittocht van zijn bevolking. Een deel van de bevolking verhuist naar Vlaanderen of Wallonië. En dit fenomeen wordt sinds de jaren 2000 gecompenseerd door de internationale migratie. En voor de toekomst verwachten we echter dat de internationale migratie dit fenomeen niet langer zal compenseren. En dus trekken die naar Vlaanderen en Wallonië. De bevolkingsgroei nam in veel westerse landen spectaculair toe. In de 20 jaar na de Tweede Wereldoorlog, de fameuze babyboom-generatie, een generatie die de komende jaren, toch zeker tegen 2070, jammer genoeg ook zal sterven. Maar daar gaan we dus niks van merken, toch niet in een daling van het aantal inwoners, omdat migratie dus zo sterk toeneemt. Maar er is nog een reden voor het stijgend aantal inwoners, want we worden met z'n allen ouder. Nu worden mannen gemiddeld 79 jaar, vrouwen 84. Tegen 2070 zal dat spectaculair stijgen. Mannen klokken dan af op 88 jaar. Daar komt er dus een grote sprong. Voor vrouwen wordt dat gemiddeld 89 jaar oud. En dat allemaal samen maakt dat we in 2070, volgens het Federaal Planbureau toch, met net geen 13 miljoen zullen zijn in ons land. रात को एक बजे के बाद जब हम लोगों ने अपनी लिस्निंग डिवाइसेस और सर्च कैम्स जो है वो लगाए तो उसमें जो है हमें किसी किस्म की हार्ट बीट डिटेक्ट नहीं हुई जिसके बाद जो है वो हैवी मशीनरी का ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया जिसमें रात से अभी तक जो है वो तकरीबन 24 के करीब जो शहदा है उनके जस्दे खाकी निकाले गए हैं oh.
شیشارم هم که میفهمیم تازه است که هوا سرد بود این شیشارم کامل یخ زد آلمان پلو چزار هم بغل ها گرفته بودم دوازده باشه شیشار بود که جان برق داد Ik wilde net zeggen, voor elk probleem is er een oplossing in de vorm van een app. Maar als je die beelden ziet, is dat jammer genoeg niet altijd zo. Maar in de sport vaak wel. In het wielrennen bijvoorbeeld gebruikt Alpecin de Koenig een voedingsapp voor de ploeg. Denk maar aan Mathieu van der Poel. Maar de ploeg van zijn grote rivaal, Wout van Aert, Jumbo-Visma, dat is de echte pionier. En die app, dat wordt nu een verdienmodel. En dan kom ik terecht bij Robert-Jan Koens van Jumbo-Visma. U bent, wat een heerlijke titel, directeur foodcoach. Ja, klopt inderdaad. Dank je wel. Dus u gaat over de voeding bij Jumbo-Visma? Ja, met name ook het foodcoach-programma wat we op dit moment, zoals je aangeeft, commercieel aan het maken zijn. Ja, ja. Naar andere ploegen aan het brengen zijn. Ja, want daar gaan we het gesprek ongetwijfeld mee eindigen, van hoe dat nu commercieel gemaakt wordt. Eerst de app zelf. Sinds wanneer bestaat die bij jullie? Ja, we zijn eigenlijk begonnen met topsport in 2018. Op het trainingskamp met Team Jumbo-Visma. Daarvoor even met PSV ook al in de eerste verkenning gekomen. Maar met name zijn we van start gegaan in 2018. En wat wilden jullie brengen? Wat was het plan eigenlijk? Nou, de visie en het geloof wat erachter zit is dat je het echte verschil in voeding maakt met basisvoeding. En dus ook in topsport, als het gaat om bijzondere prestaties, met name in basisvoeding nog iets kan bereiken door er op een andere manier mee om te gaan. En dus hebben jullie een app ontwikkeld voor de renners uit de stal van Jumbo-Visma. Ja. Die elke renner apart dan heel gepersonaliseerd advies geeft. Ja, het is eigenlijk een hyper gepersonaliseerd voedingsplan voor elke renner. Voor elk moment, elke maaltijd in het seizoen. Ja. En hoe moet ik me dat voorstellen? Ik mag even Wout van Aert zijn, ik heb lang zijn talent niet, maar ik doe het toch maar even. Ja. Ik doe die app open op een simpele dinsdagochtend. Ja. En daar staat om 8 uur... Exact. Beetje havermout met fruit? Ja, dat staat exact. Nou, er zijn eigenlijk twee dingen. Op het moment dat Wout in koers is of op trainingskamp, dan gaat hij naar uiteindelijk een plek waar eten voor hem klaar staat. En dan is er een buffet en dan weet hij precies wat hij moet opscheppen van wat. Dat is in koers. En thuis is het inderdaad veel meer van ja, wat wil hij eten, wat vindt hij lekker. Maar alles wat hij kiest, dat is uiteindelijk wel passend op het plan. Maar dat is voor elke wielrenner anders. Dat moet toch een duit geld kosten? Ja, uiteindelijk. Maar goed, dan kom je ook eigenlijk met name op technologie. In het verleden was het zo dat de voedingsdeskundigen probeerden ook voor de paar kopmannen, 1, 2, 3 kopmannen, dat soort plannen te maken. Maar dan ben je dagen bezig om één plan te maken wat technologie eigenlijk met een druk op de knop in 1 seconde kan doen. Oké, dus het spaart ook weer op een ander vlak een beetje geld uit. Nou ja, het zou onmogelijk zijn om voor het hele ploeg uiteindelijk een gepersonaliseerd plan te maken. En daarvoor heb je technologie nodig. Ja, ja, en dat kan dan heel snel. Maar boek je er ook resultaten mee? Enfin, ik neem aan van wel als jullie er in 2023 een commercieel succes van gaan willen maken. Nou ja, goed, we kijken graag terug op afgelopen jaar. Voor het eerst in 25 jaar weer de gele, de groene trui en de bolletjes trui. Ja, dat geeft wel iets aan. En dat doe je enkel en alleen met een voedingsapp? Nou ja, er zijn een aantal dingen, maar ik vind het heel mooi als je aan Wout vraagt van Marijn Zeeman, hè, de sportief verantwoordelijke binnen de ploeg, dan zeggen ze dat de verschilmaker inderdaad wel ook het voedingsprogramma is. Ja. En nu gaat het dus de markt op, ja. In die zin dat er interesse is vanuit de voetballerij. Manchester United heeft interesse getoond, maar ook bij ons in de eigen competitie is dat zo voor OH Leuven. Ja. We hebben aan je collega bij de Belgische Voetbalbond, dat is Jolien Lewili, gevraagd of ze daarop zitten te wachten. Ik denk dat de atleten daar zeker bij gebaat zijn om bijvoorbeeld te weten wat dat ze natuurlijk exact moeten eten. Of toch richting wat dat ze moeten eten in functie van het herstel. Om toch blessurepreventief te gaan werken. Het enige natuurlijk is dat sommige spelers, als die daar niet voor openstaan, denk ik dat het ook gewoon wel belangrijk is om daar eigenlijk niet in te gaan pushen. Want ja, het kan ook wel een mentale belasting zijn. Spelers die eigenlijk meer op gevoel afgaan, daar moeten we wel wat voorzichtig mee zijn. Ik ben het nu al aan het bekijken en ik denk dat het zeker een vaste meerwaarde voor ons duivels kan zijn. Weet de nieuwe bondscoach ook meteen wat hij kan gaan doen? Dat is een voedingsapp installeren. Maar ik wil even inpikken op dat mentale aspect, want daar heeft ze misschien wel een punt. Ja, die telefoon zorgt bij veel mensen ook voor heel veel ruis. Hè? En dat wil je misschien niet als topsporter. Nee, ik denk als je met de renners van Team Jumbo-Visma bijvoorbeeld praat, is het precies tegenovergestelde waar. Okay. Is dat het een rust geeft, een peace of mind. He, dus de Athletes Food Coach, onze app, is uiteindelijk maar een stukje technologie. Maar dat is een middel om uiteindelijk ook te vertrouwen op dat je lekker gevarieerd kan eten. Ze hoeven niet meer na te denken. Nou ja, je weet eigenlijk dat je nooit te veel of te weinig van de dingen eet.
En daarna maar dan moet het er wel zijn, dan moet het ook klaarstaan. Of je moet zelf uiteindelijk altijd het juiste kunnen kiezen. Wij willen met name eigenlijk aansluiten bij de eigen routines. Niet zozeer met dingen die je niet eet, maar alles wat je eet net een klein beetje anders eten, zodat het beter passend is op het eigenlijk jouw plan wat je nodig hebt. Ja. Wielrenners zijn geen voetballers. In hoeverre kan je dit model copy-pasten? Nou ja, ik denk wat betreft een gepersonaliseerd plan, dat is ook voor voetballers heel moeilijk en complex op te stellen. Maar de context is wel echt anders. Hè? Voetbal is een andere sport dan duursport, dan wielrennen. En wij zijn er voor hardlopers, wij zijn er voor wielrenners en we zijn er uiteindelijk ook voor teamsporters. Dat betekent een ander plan. En ook een andere context. Maar hebben jullie dan een IT-afdeling binnen Jumbo-Visma waarmee jullie die app ontwikkelen? En dat IT-team werkt dan ook bijvoorbeeld voor de Manchester United als ze ermee aan de slag gaan? Nou ja, precies dit. Ik denk dat wij, als je het hebt over de ploeg als enige, een volledig dedicated IT-team hebben die hierop werkt. Ja, dat is echt puur technologie waar je zelf op werkt. En waarom wil je dat succes commercieel maken? Want je zou kunnen zeggen, we houden het lekker dicht bij ons. Ja. Want voor ons werkt het. We halen medailles bij de vleet, truien in grote rondes. Waarom moet dit de markt op? Nou, ik denk dat je niet snel onze technologie bij een andere World Tour team zult zien. Of beter gezegd, niet. Dus wel degelijk dat echte concurrentievoordeel, dat willen we behouden. Neemt niet weg dat andere ploegen er nu ook mee gaan beginnen. Dus wij gaan er hierop door. We willen onze voorsprong behouden. En het idee is om het wel naar andere ploegen te gaan brengen die hier interesse in hebben. Ja. Wat kost het, als ik dat mag vragen? Nou ja, uiteindelijk is het technologie. Dus je gaat hier met name technologie en know-how. Ik denk dat heel belangrijk is. Je wilt niet alleen met technologie met een app komen, maar je wilt met name met een manier van werken komen die technologie laat verrijken. En uiteindelijk dus de sporter, de atleet, helpt om echt het verschil in de praktijk te maken. Ja, dus u gaat me geen bedrag zeggen, heb ik begrepen. Nou ja, goed, ik wil het je wel noemen, maar het zal... Nou goed, uiteindelijk is voor Fanatics de Athletes Food Coach app nu gratis te downloaden. Straks dan hebben we daar wel degelijk, wordt het een betaalde service, maar dan betaal je een tientje per maand om een app te kunnen gebruiken. En je hebt de mogelijkheid om ook nog coaches aan te haken. En dan heb je een echte coach op de achtergrond die onze technologie gebruikt. En dan betaal je dus gangbare coachtarieven, zoals je hier ook nu zelfstandig een coach kan inroepen. Ja, en voor teams geldt natuurlijk altijd het maatwerk. Manchester United vraagt wat anders dan OA Leuven. Ja, wat het dan voor die teams gaat kosten. Maar dat is een veelvoud natuurlijk. Dat is een veelvoud, maar dan heb je het ook over grote programma's die door eigenlijk hele teams worden gebruikt. Ja. Oké, dankjewel Robert-Jan Koens van Jumbo-Visma. Veel succes op het WK veldrijden. Dankjewel. Vanaf morgen kan je in het KMSK in Antwerpen gaan kijken naar een levend kunstwerk. Ze heet Saskia de Koster. Kijken mag, maar praten met niet. Want Saskia wilde hele maand februari in isolatie de laatste hand leggen aan haar nieuwe boek. Februari begint morgen en dus ging ze er vanavond voor het eerst slapen. Thijs Nijrink mocht daar instoppen. Ik weet dat het daar om de hoek staat, maar ik ga nu kijken. Hè. Zoals een slak met al mijn, met mijn huis bij, nu naar mijn nieuw huisje. Oh, wauw. Visbokaal, hè. Of een 3D-schilderij eigenlijk. 28 dagen, dus. Ik heb 28 boeken mee voor de 28 dagen, dus zo kan ik ook aftellen. Het zijn boeken die ik opnieuw wil lezen of die mij al dus geïnspireerd hebben voor het boek dat ik hier ga voltooien. We waren heel verrast door de vraag. Het is een bijzondere vraag, maar we zijn er ook meteen heel graag op ingegaan. Het sluit naadloos aan bij het nieuwe DNA van het KMSKA. Dus we wilden echt een podium zijn voor artiesten, voor alle creatieve geesten die zich hier komen laten inspireren door het gebouw, door de collectie. En dat sluit daar fantastisch bij aan. Mogen we even mee in het huis voor een maand? Ja, dat zal de laatste keer zijn. Want het opzet is dus eigenlijk dat ik geen social media heb en geen sociale contacten. En dus zeker geen bezoek. Maar kijk, dit is mijn bureau, zoals je ziet. Ik denk dat ik hier heel veel tijd ga doorbrengen. Oké, en hierachter de slaapkamer? Ja, dat is... hier... Ga ik slapen, die matras past er net in. En dan is daar nog een beetje plaats voor een zitzak. Heel klein wel, hè? Ja, zeker. Ja, ik was, moet ik wel toegeven, zelf geschrokken dat het... In mijn hoofd was het al groter geworden, dus verbeelding kan wel veel doen. Je hebt geen claustrofobie? Nee, dan was ik er niet aan begonnen. Nee. Die wisselwerking van mensen die komen kijken naar kunst en ik zit hier eigenlijk als een levend kunstwerk. Als arbeider tussen de afbeeldingen van andere arbeiders. Ik denk dat daar wel iets kan
ontstaan van dat je elkaar geeft. Ik had al, dus als kind al, dat ik in het tuinhuisje, kreeg ik zo een afgemaakt hoekje. Dat was klein, maar voor mij betekende dat vrijheid. En ik kon daar echt helemaal in opgaan en mijn verhaal in de wereld. Dus in zekere zin is dit ook een terugkeer ernaar. Je zal veel indruk hebben van mensen die rondlopen, van die kunst die hier hangt. Je zal er ook mee gaan slapen, veronderstel ik, met wat je hier ziet en hoort en beleeft. Ja, dat vind ik ook wel boeiend natuurlijk. En een ongelooflijk voorrecht dat ik in het KMSKA tussen de Rubensen en Van Eyken en zo ga kunnen slapen. Ik vermoed dat die wel tot leven gaan komen s'nachts. En er gaan neveneffecten zijn die vervelend zijn. Wat ik heel belangrijk vind, is ik moet goed kunnen slapen, anders gaat het heel moeilijk worden. Dus stel dat hier toch rare spoken rondhangen s'nachts, dan wordt het lastig. Mij lijkt het werkelijk een gruwelijk idee, maar alles voor de kunst zeker. Nog 28 keer slapen en Saskia de Koster mag weer naar huis. Maar wel met een afgewerkte roman onder de arm. Dat is toch de bedoeling. Fijn dat u keek. Tot morgen.